voor de tweede plaats. Vorig jaar was hij hier de beste. Dit jaar goed voor de niks de hele plaats uit Italië. Uw applaus graag voor Sonny Colbrelli. Met een solo-avontuur in de slotkilometers. De uiteindelijke winnaar van deze 58ste Brabantse pijl. Dames en heren, uw applaus bestemd voor de winnaar van vandaag. Applaus voor Tim Wellens. De overwinningstrofee van deze Brabantse pijl, dames en heren, gaat overhandigd worden door Nick Nijens, manager van het Veranders Willems Kreeland team, de ploeg van de ons helaas veel te vroeg ontvallen Michael Bonaerts. Het is Nick die de overwinningstrofee heeft overhandigd aan de winnaar van vandaag, aan Tim Wellens, op het podium geflankeerd door Sonny Colbrelli en Piet Schoenen. Mag ik aan de renners vragen om nog eventjes eerst en vooral samen op het hoogste schavotje plaats te nemen en om dan hier ook nog een stapje voorwaarts te plaatsen voor nog een aantal officiële fotomomenten tijdens deze serene huldigingsplechtigheid van de Brabantse pijl 2018. De nummers 1, 2 en 3...